Deze beschouwing die gaat over David Ike en Christus Jezus. David Ike, daarvan weet ik niet of iedereen die man kent. Nou, persoonlijk kennen, dat zal wel niet. Maar, maar of je wel eens naar hem geluisterd hebt. Ik heb voor het eerst naar hem geluisterd in 2006. Dus dat is dertien jaar geleden. En toen was ik er net... een paar maanden... of een half jaar... Zo, was ik erachter dat die aanslagen... van 11 september 2001... dat dat doorgestoken kaart was. Dat vond ik niet zo leuk. Dat uh, heeft mij... Uh, erg van streek gemaakt. Toen. Hè? En toen kreeg ik van een kennis, een vriend... een dvd in handen gedrukt... met daarop een lezing van David Icke... die hij hield in een bioscoop... achter ding, theater... ergens in Engeland... Ik, uh, ik neem een beetje thee erbij, misschien dat jij dat ook moet doen, want dit gaat wel even duren hoor, over David Icke en uh, Christus Jezus. Heerlijk een kopje thee. Het is uh, een zondag, uh... ah, het is nog ochtend, het is tien voor twaalf. Een mooie dag in augustus. Over elf dagen ben ik jarig. Klopt dat nou? Nee, eh... Uh... Ja, wel. Ja, over elf dagen. Volgende week donderdag ben ik jarig. Mag je allemaal langskomen? <laughs> Alsjeblieft niet doen. <laughs> anyway, het is lekker zondag. En jij leert ik: hopelijk lig je lekker in bed. Dus voor jou is het een ander moment. Een uurtje gekletst over David Ike en Jezus Christus. En voordat dit afgelopen is, dan ben jij al in slaap gevallen. Luister naar mijn stem. Je voeten zijn moe. Je kouten zijn moe. De puntjes van je haren zijn moe. Zo slapen meditatie. Anyway, in 2006 kreeg ik die dvd van David Icke. En ja dat verhaal van hem over 11 september. Dat, ja, dat kende ik. Dus ik wist dat hij daarin gelijk had. En toen kwam hij met nog meer dingen. Dacht ik, oeps, dat ook nog. Oeps, dat ook nog. Oeps, dat ook nog. Ja, dus dan, dan, heb je al, dan ben je bezig om uh, je verlies in een betrouwbare overheid uh, te boven te komen. En dan krijg je vervolgens te horen dat ze niet alleen hebben zitten liegen over die aanslagen van 11 september. Maar <laughs> je, je, noem eens iets waar de overheid zich mee bemoeid heeft en wat niet aan elkaar hangt van leugens en bedrog. En toen kwam David Icke met de, in die lezing dan, en die duurde zes uur of zo. En toen kwam hij met uh, reptilianen. En, ja, en toen bekroop mij zo'n gevoel, wat je ook wel eens krijgt in een horrorfilm: dat ik denk, ja, nee, nu wordt het mij te eng. Dat heb ik die DVD opzij gelegd, ik raakte er echt helemaal verstreek van. Ik ken ook de, de kritiek van iemand die zei: van ja, voordat ik naar David Ike luisterde, toen had ik al het idee dat we helemaal niks te vertellen hadden. En toen luisterde ik naar David Ike en dan werd het me duidelijk dat we niks te vertellen hebben, inderdaad. En dat we hopeloos verloren zijn. Nou, ik werd er helemaal niet vrolijk van. Ja, ik kan het me goed voorstellen. En dat verhaal van David Icke over reptilianen. Namelijk dat het in het geval van Hillary Clinton en Bill Clinton en uh, Papa Bush en uh, noem het maar op. Dat het hier gaat om uh, wezens en dat zijn eigenlijk reptielen. Maar doordat ze in de vierde dimensie kunnen opereren. kunnen ze van vorm veranderen. En dan zien ze eruit als een mens. Maar als ze onder elkaar zijn, dan worden het weer reptielen. Net als in die film, of in dat verhaal, maar daar heb ik ook een film van gezien, van Rowald Daal. Over uh, twee kinderen en die zijn betoverd, en dan zijn ze heel klein gemaakt, en die zijn beland in de handtas van een oud vrouwtje. En het oud vrouwtje blijkt dan een uh, heks te zijn en die gaat naar een heksenbal. En dan als ze dan één keer onder elkaar zijn, dan laten al die oude vrouwtjes, die laten hun lieve oude vrouwtjes uiterlijk vallen en veranderen het dan stuk voor stuk in de meest afgrijzelijke wezens met puisten op hun neus en. Uh, ja, ik myclepta. Dat is Robald Daal, als een kinderboek. Ja, het is leuk om voor te lezen aan je kind. Met uitdrukkelijk het verhaal erbij: van dit is een sprookje. Dit is niet echt waar. David Icke die zit dit soort verhalen te vertellen alsof het echt waar is, en dat doet hij tegen volwassen mensen. En dan laat hij mensen ook nog uh, maar voor betalen. ook, hè? Die mensen die daar in de zaal zaten te applaudisseren en te roepen: van... David, we love you. Ja, die hebben wel per stuk 30 pond betaald. Engelse, Britse ponden. Om daar te mogen zitten. Om naar dat gekletst te luisteren van David Ike. Ik ja, luister dan naar dat gouden hoor van mij, want dat is geen knip voor de neus waard. Dat kost ook helemaal gratis. Weet je ook gelijk waarom ik geen advertenties heb op mijn kanaal? Want ik vind het wat ik te vertellen heb niet de moeite waard om ook nog naar reclame te luisteren. Laat staan dat ik er geld voor krijg. En David eigenlijk dan wel. Ja. En dan maar die onzin van reptilianen. Ik ga er weg. En ik heb dat dus voor een bepaald moment nog geloofd ook. Of voor mogelijk gehouden. Van. Ja, hoe ziet de wereld eruit als ik ervan uitga dat David Icke op dat terrein gelijk heeft? Dus dat er reptilianen onder ons zijn. Shapeshifters. En die kunnen zich uh, naar uh, ze gelieven, kunnen ze een menselijke vorm aannemen. En dan denken wij dat, ze, dat ze een van ons zijn. Maar in werkelijkheid zijn het uh, reptielen, reptilianen. Nee, ik werd er niet goed van. En na een aantal dagen, weken, toen dacht ik: uh, Jeetje, sukkel van de vent, uh, kijk toch die dvd even uit. Daar heb ik alles uitgekeken. Toen dacht ik: Ja, is dit dat nou? Daar heb ik nog even op internet gekeken naar beelden van reptilianen. En ja, dan is iemand bezig geweest met een filstift en een balpen. Uh, uh, ja, maar dat kan ik ook. Ja, ah, ik heb ook Lord of the Rings gezien met orks. En uh, Gandalf die dan uh, met zijn stok eventjes uh, boem 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 en een knal en allemaal bliksemschichten. Dat is de Lord of the Rings. Dat is uh, computer graphics imaging of zo. Dat is niet echt. En ook als iemand een tekening weet te maken van een reptiliaan. dat betekent niet dat die dingen bestaan. Gaat toch weg. Nee. Nee, toen begon het bij mij te knagen. Die dingen. die David Eyck is, zeg maar, een rare vent. Nou, is er van David Eyck. Heeft hij in de jaren 93 van de vorige eeuw. Ongeveer in die tijd, begin jaren 90. Toen was hij. Hij was begonnen bij de BBC als sportverslaggever. Of eerst was hij voetballer. Pro-voetballer, professioneel. Prof. En toen is hij gaan werken voor de BBC als verslaggever voor sport. En toen kreeg hij zijn uh, spirituele moment. Zegt hij. En dan zag hij in hoe de wereld in elkaar zat. En toen heeft hij bij Terry Wogan. Wogan. Daar was hij te gast en daar heeft hij gezegd: Zoiets als. Uh, ik ben uh, Christus Jezus. Of zoiets. Ik ben God. Of. Uh, Weet ik veel. Ik ben goddelijk. Of zoiets. Woorden van gelijke strekking. En toen begonnen mensen in de zaal allemaal te lachen. En toen dacht David Ike uh, dat mensen hem toelachten. En Terry Wogan, die gastheer, hier, uh, die hield hem uh, uit de droom door te zeggen nee, ze lachen jou niet toe. Ze lachen je uit. Oh, zei David Ike. Nou, het maakt mij niet uit. Kijk, je hebt een Nederland zo'n man, uh, die heet uh, Emil Ratelband. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Die komt uit Arnhem. En dat is ook zo iemand in die zin dat hij een hele grote mond heeft en allemaal dingen beweert. En, uh... Ja, is ook een soort goeroe. Maar Emil Ratelband. Die. Ja, dan weet je wat je aan hem hebt. En die komt niet met die rare verhalen over reptilianen. Eerlijk gezegd, het lijkt mij wel leuk om Emil Raterband een keertje te ontmoeten. zeggen, Hé, hey, homo. Hoe gaat het met jou dan, man? Het lijkt mij eigenlijk wel leuk. David Ike. Nee, die hoef ik niet te ontmoeten. Als hij op internet zijn excuses aanbiedt. And, uh, I have heard from uh, Perry Winkel uit Arnhem that uh, he has ja. Uh, yeah, I have offended his uh, tender, uh, childlike soul. I have stepped on his toes uh, with my expressions about several things, and uh, I want to apologize uh, to the, the, the world as a whole and to Perry Winkel in special. Kijk, dan wordt het een ander verhaal, maar dat gaat hij toch niet doen. Nee, de gezeik van hem of die reptiliens is onvergevelijk. En dat hij daarna kwam met dat de maan die is geconstrueerd door wezens. Mensachtige wezens hebben de maan gemaakt. En de maan is hol. Want dan hebben die mensenachtige wezens. die hebben dan in de maan. Hebben ze een soort. Ja, uh, nou, moet je zeggen. Zo'n vakantiepark. Sauna's en een bioscoop. En. Uh, die wonen daar. En af en toe. dan, uh, dan komen ze eruit. En dan komen ze woe. Een beetje ons hier op aarde, de stuipen op het lijf jagen. En dan gaan ze weer weg. Dan gaan ze weer terug naar de, de holle maan. En dat heeft meneer David Eyck allemaal begrepen. Van. Uh... Ja, ik weet niet waar hij de kennis vandaan haalt, hoor. En David Eyck die. Die is dan wel kritisch op de katholieke kerk. En hij snapt dan, en dat vertelt hij ook over, dat Rome een, 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 een transpositie is, Zo, een, een nieuwe vorm van, ja. een, van Babylon. Dat, dat, dat weet hij dan. En dat zegt hij dan ook, en nou, daar heeft hij gelijk in. Vaticaan, dat is je vriendje niet. Dat is, dat is de antichrist. Maar, en dat gebeurde dus uh, vandaag, zat ik namelijk naar hem te luisteren. En dan werd hij geïnterviewd door iemand, en het ging dan over die Jeffrey Epstein, die nou, uh, die uit vorige week is, die dood gevonden in zijn cel. En er wordt gezegd dat het zelfmoord is. En allemaal mensen zeggen: nou, dat kan helemaal niet. En als het wel waar is, naar mijn mening, hè, als het dan wel waar is dat hij zelfmoord heeft gepleegd, dan, dan denk ik van nou, dan stelt het gevangenissysteem in Amerika ook helemaal niks voor. Hè? Hoe kan je er nou, hoe kan je nou nalaten om ervoor te zorgen dat een verdachte geen zelfmoord pleegt? Ook had hij dat nou vergeten? Oh, hij heeft nu ongedacht. Nee, we dachten tot uh, die Cian Kali pillen tot dat, dat uh, recreatief was. Oh, uh, meneer houdt van Cian Kali. Hij heeft het niet met Sian gedaan, maar eh, bij wijze van spreken. Hij heeft zichzelf opgehangen. Ja. Waarmee dan? Ja, met zijn lakens. Ja, maar hoe dan? Anyway, ik dacht van nou, wat heeft David Eijk erover te vertellen? En dan ging het ook nog over dat meisje wat in Portugal verdwenen is, die Madeleine uh, Dinges. En over uh, Dutroux. En David Eijk zegt dan: uh, Dutroux. Het uh, is niet Dutroux. Het is Dutroux. Uh, die klemtoon die legt hij dan fout. Hij ja, had wel Dutroux zeggen. Wat is dat nou? Hé, ja, die hele business met Mark Dutroux, dat was in 1998 of zo. En we zijn nu 21 jaar verder. Dus meneer David Icke heeft 21 jaar de tijd gehad om te leren dat het gaat om Mark Dutroux. En niet Dutroux. Ja, dat is erg gelukkig vind ik dat. Ik weet toch ook dat het Jimmy Savile is. En niet uh, Jimmy Savile. Jimmy Savile. En ik weet toch ook dat het David Icke is. En niet uh, David Ikke Ikke en de rest kan stikken. Nou, ik wil maar zeggen. Ja, ik ben een beetje pissed off op die man. Op die David Icke. Want wat zei hij nou? Hij begon over het Vaticaan en... En... Toen zei hij, en passant, euh, dat dat hele gedoe rondom Christus Jezus, dat het allemaal behoorde tot Babylon. En ik denk, nou moet je ophouden. Want dat is even mooi niet waar. Christus Jezus hoorde niet bij Babylon. Punt. En als je zegt dat het wel zo is, en dat doet David Icke... Uh, dan heb je jezelf te verantwoorden, gozer. En de beargumentatie is dan... doordat in de Bijbel staat dat uh, uh, Jezus is onbevlekt ontvangen... dus zijn moeder, uh, moeder Maria, zijn moeder Maria... hij heeft ook een vriendin gehad, die heette Maria Magdalena... maar daar heb je het niet over. Die andere Maria, zijn moeder... Die heeft hem gedragen en gebaard zonder dat ze seks heeft gehad met Jozef, zijn vader. Nou, als je mij dan vraagt van Perry, geloof je dat verhaal? Dan zeg ik: Nou, dat geloof ik, want het staat in de Bijbel. En alles wat in de Bijbel staat, dat geloof ik. En staan daar verhalen in waarvan je denkt van, nou, dat, dat is best een bijzonder verhaal, zeg. Ja. Ja, maar ik geloof dat. En de Bijbel, dat is namelijk het boek van de onafhankelijk denkende mens. Zo kijk ik tegen de Bijbel aan. De Bijbel is een boek en dat maakt je vrij. Daarom is de Bijbel niet van Babylon. De Bijbel is het bevrijdende boek. En als jij als David Icke zijnde... of zelfs als David Icke zijnde... een beetje de Bijbel gaat lopen afzeiken... dan ben je verkeerd bezig. Ook al heet je David Icke. Dat moet je niet doen... Kijk, het staat onomstotelijk vast dat. de werkelijkheid. wordt veroorzaakt. door iets. met een descriptie. Even los van een naam of whatever of zo. Hè? maar een descriptie. En vanuit, er wordt heel hard gewerkt in de logica. aan de correcte descriptie. Vanuit de logica. Ja. En de descriptie die wij tot nu toe hebben, sinds begin van de 19e eeuw, die descriptie luidt de wil. De wil. Namelijk uit het Duits. De wil. De enige en ondeelbare wil. Die creëert de materie. Dus de wil gaat vooraf aan de materie. Materie, anders gezegd, is willoos. Vrije wil is niet. Ja, laat het me even op je insinken. Ik ga het nu niet allemaal voor jullie lopen bewijzen, want dat heb ik niet voorbereid. Ik wilde even lekker lopen zeuren over David Eyck. Maar dit is allemaal uit en te na uitgeknobbeld. En het staat voornamelijk in de twee werken die eigenlijk één boek betreffen. En dat werk heet uh, De wereld als wil en voorstelling. Ik heb het hier in huis staan. Nee, je mag het niet lenen, want dan krijg ik krijg het niet terug. Je koopt je eigen exemplaren, maar <laughs> zo, zo duur zijn ze niet. Ik zal eens even kijken wat het kost. Maar het valt denk ik wel mee hoor. Kijk, oh, de wereld. Gewoon oh, Nederlands vertaald, hè? Heel leuk. Uh. De wereld. Oh. Wil en voorstellingen, dan komt hij al. Uh, pak een beetje de drie tientjes bij bol.com. Heb je dan deel 1 en deel 2? Oh, dat is een e-boek. Een e A. Ah. Nou, dat zou ik niet doen. Ik zou hem wel een echt boek nemen. En een echt boek uh, staat, uh, gaat hier over de, de ding voor uh, 51 euro. Dat is een beetje duur. Maar... maar wat is het dan als je tweedehands koopt? Ik wil maar zeggen, je kan het zo uh, controleren. De wereld is weer een voorstelling, tweedehands. O oh ja, hier staat mijn editie. Dan kost je dan toch nog 42,50. Zo. Hier eentje voor 35 euro. Nou, dat blijft wel een dure jongen. Boekwinkeltjes. Ik ga zo weer terug hoor naar het onderwerp. Dat hij nog even iets leuks is. nee. Nou, misschien dat je dan toch maar die van mij moet kopen. Hier is er eentje: dat kost je 85 euro, man. Zou ik net Oh, daar weer een goedkopere. Dat is een tweedehandsje, 37,50. 7 euro verzendkosten. De rest is een stuk duurder. Anyway, het begint met die wil. Daar begint alles mee. Dus vandaar dat als de wil uh, zichzelf wilde laten lopen op deze aarde. Want dat is het verhaal van Christus, hè. Want je snapt natuurlijk wel dat dat wat Schopenhauer de wil noemt, dat heet in de Bijbel, heet dat God. En Christus wordt genoemd uh, God gelijk. Hè? Christus is God. Christus is dus de wil. De wil in het vlees. En als de wil... Zelf wilde. zelf wilde leven. Ja, die heeft natuurlijk geen, geen papa nodig. Toch? Hè? Dus vandaar dat. Eh, Maria, de moeder van Christus. Ja, die heeft niet echt seks nodig. Het was niet noodzakelijk dat er eerst seks was voordat ze zwanger werd. Zo zit het in elkaar. En David Ike die zegt dan van ja, maar dat is ook gezegd voor Cemeritus of zo en, uh, en Nimrod en uh, Tammuz. En dan schakelt hij de, ja, de Babylonische drie eenheid op één grote hoop met de drie eenheid uit de Bijbel. Maar dat is zo slordig wat meneer Ike dan doet. Ja. En nogmaals, het woord van Jezus is het woord van de vrijheid. Ja, die mensen in de dagen van Jezus, die naar hem toe kwamen en ze klaagden over de belastingdruk. En dan zei Jezus tegen die mensen: van ja, hoe ziet die belasting er dan uit die je moet betalen? En dan lieten die mensen lieten die munten zien: van nou, dit moeten wij betalen aan belasting. Oh, zei Jezus, mag ze een muntje vasthouden? Ik vertel het even, zoals ik het even parafraserend. hè? Mag ze een muntje even vasthouden? Ja, hoe oh, de mensen hier, zo'n munt bijvoorbeeld. En Jezus draait die munt op, die zei hij, hey, aan de andere kant van die munt staat de beeldenis van een of andere mens. Wie is dat dan? Oh, zeiden ze, dat is de Romeinse keizer. o, oh, Jezus, nou, neem is die munt kennelijk van hem. Nou, Ga maar naar uh, gevonden voorwerpen, loketten, leven maar in. Het is zijn munt, hier per ongeluk gevonden. Hij is hem waarschijnlijk verloren. Volgende vraag. Ja, toch? Kijk, hey, dat is Jezus. En dat David Icke, uh, het verhaal uh, rond Jezus, wat alleen maar uh, met ja gaat over liefde en begrip en uh, ja, nou, liefde begrip van de meer en ja, zedigheid en niet oordelen over een ander maar nou, wat meer van belangrijke dingen het eeuwige leven ja en niets niet bang zijn voor iets op deze aarde. Er is er één die je moet vrezen, en dat is die uh, big guy, de wil in de hemel. Jij, uh, jij leeft uh, voor zover jij in leven gelaten wordt door de wil. Dus er is niets hier op aarde om te vrezen. Vergeleken met de vrees die jij zou moeten voelen. Als jij echt wil gaan vrezen. Nee, die opmerking van David Eyck die ik dan vanmorgen hoorde. Nee, nou, moet je ophouden, gozer. En wij mensen hebben het al zo moeilijk. En dan denk ik terug aan die kritiek van die ene persoon. Die dan zei: Van ja, je, we wisten toch al dat we zo weinig te vertellen hadden. En dan luister je naar David Icke en dan beaamt hij dat we niks te vertellen hebben. En dan zegt hij erachteraan: En je kan er ook niks aan doen. Want het zijn reptilianen en ze kunnen van vorm veranderen. En... Ze kunnen ook zo, via de vierde dimensie, zitten ze op de maan en dan gaan ze barbecueën in het holle ding wat ze zelf gemaakt hebben. En, en wij zitten hier op aarde als de slaafjes. Nee, dat is. Nee, ik ben blij dat ik zijn moeder niet ben. Of zijn vader. Dan had ik het er toch echt wat van gezegd, hoor. Van David, wil je wel eens ophouden met gewone mensen bang te maken? Want mensen horen niet bang te zijn van iemand van vlees en bloed. Of door iemand van vlees en bloed. Als mensen kennis willen maken met hun angst, dan. Uh, Moeten ze maar die Bijbeltekst gaan lezen waar Perry het net over had. Snap je? En terug naar Christus Jezus. Je neemt aan dat hij heeft bestaan of je bent vervuld van twijfel. En Christus, dus Jezus dus, die heeft gezegd dat hij die niet in mij gelooft, dat is een zondaar. En een zondaar, uh, dat houdt in dat je iets doet. Waarvoor, de, waarvoor je loon. gelijk staat aan de dood. En logisch gesproken. klopt dat. Want Jezus Christus is voor jouw zonden gestorven aan het kruis. Dus als je gelooft in Christus. dan zijn jouw zonden je vergeven. en ben jij geen zondaar. Meer. Hm? Dat, dat is de truc. Dat is allemaal. Je kan zeggen, Christendom is de, de logische onderbouwing van de vrolijke mens. En waarbij dan de invulling, zoals die in de Bijbel staat... die is al opgeschreven, 2000 jaar geleden... En de, het volledige logische invullende verhaal. Met mensen als Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer. En, uh, en zelfs Friedrich Nietzsche. Ja, die vaak wordt weggezet als de, de filosoof van Adolf Hitler en zo. Wat helemaal niet waar is. Ja, En dan die, die taallogica, taalkunde, zo. die onderbouwing van de inhoud van de Bijbel. Ja, dat, maar dat komt gestaag. Het komt vanzelf. Dat het getal 666, dat het, dat het niet zomaar uit de lucht gegrepen is. Het getal van het beest, hè? Het getal eens mens. The number of man. 666. Dat, dat, dat komt niet zomaar. Dat, dat is niet toeval of zo. Daarvoor uh, past het te goed. Hè? En dat, dat, dat 666 het getal is van het beest. Dat weten wij sinds de 19e eeuw vanuit de scheikunde. Ja. Maar 2000 jaar daarvoor had Johannes het al opgeschreven. Op Patmos. Dus toen wist Johannes het al. Ja, gek hè? En dus als je dan toch verbaasd wil zijn over de wereld en de waarheden die er circuleren op de wereld, dan ga je daarover lopen verbazen? Hoe kon Johannes nou weten dat 666 dat dat de basis is van het beest? Ik heb daar een nieuwsatszending aan gewijd, nieuwsatszending 666. Die kan je opzoeken. Ik heb er heel goed over nagedacht. Hè? Want als jij een, uh, een pagina opent met je webbrowser, Opera of uh, Explorer of maakt niet uit, en dan moet je even gaan naar uh, Blanco browsen. Startpage.com. Ik zal het even uitproberen. Startpage.com. Ja, ah, precies. En dan typ je N-I-E-U-W-S-1-2-3, nieuws-6-6-6. Kijk waar die mee komt. Ach nee. Bedoelde u nieuws spaties 6 6 6 Nee. Ik bedoel het letterlijk. Quootjes eromheen. Kijk wat hij dan doet. Oh, dat vindt hij niks. Wel. Ja. Het is ge Het staat op uh, Bitshoot. Kan je het vinden? Ja, maar dat komt niet door mij. Dat heeft. Uh, ik denk Michael heeft het geüpload. Michael of Jurk? Een van mijn Duitse uh, vrienden. Hmm. Maar ja, je kan ook naar mijn kanaal gaan. En daar ben je nu toch al. En je kan je op mijn kanaal kan je zoeken. Ja. Nou, hij staat hier. Simply the truth. Ja, dat is Jurk. Vier weken geleden heeft hij, dat, heeft hij dat gepland. Al 45 views. Ja. En dan weet je dus dat het getal 666... dat komt niet zomaar... Uh, dat is niet een toevalstreffertje. Het is te toevallig. En het is typisch voor de antichrist... om ons... Uh, ja, om de tuin te leiden... Zo'n David Eyck die aan de ene kant dan zegt dat Rome dat is dan Babylon. Dan denk je, nou, dat is waar, dat is waar. Ja, maar dan, en passant, dan gaat hij heel de inhoud van heel de Bijbel uh, eventjes bij Babylon zetten. Ja, maar dat klopt niet. Waarom heeft Babylon anders honderden jaren lang de inhoud van de Bijbel geheim willen houden? Waarom hebben mensen zoals Wycliffe en Jan Hus en Maarten Luther en Tyndale en iedereen die ik vergeten ben. Waarom hebben die het zo ongelooflijk aan de stok gekregen met Babylon? Omdat ze de mensen gingen vertellen van de inhoud van de Bijbel. Waarom moest de inhoud van de Bijbel geheim blijven? Uit medelijden met het volk? Want er staat zoveel onzin in. Ja, denk er zelf even over na. Ja toch? Babylon heeft heel lang geprobeerd om de inhoud van de Bijbel geheim te houden. Nou, dat is dus mooi niet gelukt. En wat doen ze nu? Nu gaan ze tegen iedereen vertellen. Ja, wat erin staat, dat is allemaal van Babylon. Dat is allemaal. Eh, want Babylon is iedereen wel achter. Want Babylon is niet leuk. Dus dan gaan we nu zeggen. De hele Bijbel is een Babylonisch boek. En maar zo zit het niet in elkaar. In de Bijbel wordt gewaarschuwd voor Babylon. En dat is de reden waarom Babylon niet wil dat wij de Bijbel begrijpen. We mochten is er. Eens achterkomen. Met hoe of het zit. Snap je? Ja, dat is wat ik zeg. Mag je mijn mening zetten naast die van David Eye? Dan ga jij zelf maar beschouwend achterover zitten en denken over wat jouw mening is. Ja, toch? Nou, het gaat om de waarheid. En de waarheid komt naar boven. En de waarheid is niet dat uh, David Icke gelijk heeft met zijn reptilianen. En zijn waarheid is ook niet. Dat is er ook een van hem. Er is zo'n mededeling van. Ja, hoe jij de wereld ervaart, dat is uh, jouw uh, interpretatie. Want uh, je bent niks meer dan een, uh, een zender en ontvanger. En uh, net als een tv kan je uh, je ontvanger kan je afstemmen op een bepaalde zender. En, dan, uh, ja, dan, uh, en, dan, en wat je binnenkrijgt is de buitenwereld. Dat is helemaal niet waar. Er is namelijk nou zoiets als het net heet een objectieve werkelijkheid. En David Eyck is iemand die zegt: nee, de werkelijkheid is subjectief. Ja, wat voor de een uh, iets heel erg vies is, daarvan zegt de ander: hmm, wat lekker, ik hou van rauwe haring met ui. Ja, dat klopt. Sommige mensen eten niet van die uh, dode vissen die in het zout hebben gelegen. En dan... Uh, en dan met uitjes. Uh, ja, ik wel. Maar een baksteen blijft een baksteen, hoor. En een baksteen op je hoofd krijgen, dat doet pijn. Of je dat nou... Uh, Ervaart vanuit de vierde dimensie, de vijfde dimensie of de zesde dimensie, een baksteen op je hoofd, ook op het hoofd van David Eyck, dat doet pijn. En als David Eyck dat wil blijven beweren, van nee, het is allemaal een kwestie van perceptie, het is maar hoe je het, uh, hoe je het ervaart. Dat is helemaal niet waar. De objectieve werkelijkheid heet de objectieve werkelijkheid, omdat die werkelijkheid objectief is. Zware voorwerpen vallen omlaag. Ja, punt. En David Aik die loopt eraan te vottelen. En wat is dat? Ja, dat is typisch de duivel. Het is precies de duivel, de Antichrist. Die doet beweren van, well, nee, alles is subjectief en het is maar gewoon hoe je het ziet hoor. En uh, ja, de een ziet het zus en de ander ziet het zo, maar het is een kwestie van perspectief. Ga er weg. David Eyck zou het gore lef moeten hebben om te zeggen dat uh, de Joden die vergast zijn in Auschwitz... Of nou ja, die gaskamers zijn er niet gevonden, maar er zijn heel wat Joden en families van Joden en niet zo heel tevreden geweest over wat er destijds is gebeurd met het Joodse volk onder het regime van de paus in Duitsland. En dan moet David Icke met zijn mondbakkers maar eens even gaan lopen vertellen dat het allemaal komt met het perspectief van de Joodse mensen in die dagen. Nee, we gaan met David Icke op een enkele reis naar Auschwitz zetten om daar te werken in een andere chemische fabriek elke dag. En dan, dan gaan we David eigenlijk na drie maanden bezoeken en zeggen, en uh, hoe is hier jouw subjectieve werkelijkheid? Is alles uh, lekker, kids? Nou, ik zeg hem maar even grof, maar daar komt het toch wel op neer. Het gitter weer, man. Ja, ik hoop dat David Eyck op een dag uh, komt met een soort van sorry-verklaring van mensen. Ik heb begrepen dat ik uh, ja, niet altijd even blijheidsveroorzakend ben overgekomen. En uh, dat ik eigenlijk uh, ja, voor het merendeel van wat ik gezegd heb, heb ik mensen alleen nog maar verder uh, ja, het bos ingestuurd met nog meer verwarrende informatie. En uh, ja, ik wil toch echt uh, ja, op zijn Engels dan uh, sorry. Ik zit er met smart op te wachten. Nou, ik denk dat dit genoeg was over David Eiken en Jezus Christus. Ben ik iets vergeten? Dan moet je het even in een reactie hieronder zetten. Even zeggen van: Perry, je bent dat vergeten. Want ik vind het erg leuk om reacties te krijgen. Serieus. Weet en daar reageer ik in de regel op met weer een leuke beschouwing. Dan neem ik jouw reactie mee in een beschouwing van mij voor weer iets anders of zo, hè? ik het uh, al lekker door man en dan zeg ik uh, vanuit een tevreden gevoel en vanuit mijn uh, Ikea bed waar ik heel tevreden mee ben zeg ik op zijn hamburgers tjus. <laughs> en dag lieverds